Hier zie je weer goede bal op Sander van Straten die aanvallend, naar mijn idee, toch wel goed staat te spelen. Belangrijke punten maakt en nou, prima. Nou, is dat blok dan? Kijk, hele goede verdediging. Zorgen dat je ervoor gaat. En achterover op Joep, hele goede keuze gemaakt. Ik weet niet of je Prins PSV in het begin van dit seizoen gezien hebt, maar als je het vergelijkt met wat er nu staat. Ik bedoel, wat er staat is ongeveer hetzelfde, maar wat ze laten zien is toch iets anders. Ja, helemaal met je eens. Ik heb net ook even gesproken met de manager van VCV. Bij VCV staat er wel een heel nieuw team. En daar hebben ze nu aan moeten bouwen. Nou, dat heeft even geduurd. En je ziet nu door de meer uren die een VCV maakt ten opzichte van een reflex, ja, dat ze dat gewoon heel goed doen. En ja, heel veel trainen in het volleybal is gewoon belangrijk. Dus vastheid, is vaste patronen. En je ziet nu dat dat team eindelijk iets beter gaat draaien. En ja, dat is toch de kracht een beetje van dit team. En Martinovic, de trainer, is natuurlijk een zeer ervaren trainer. Die daar absoluut verstand van heeft om met zo'n team mee om te gaan. Maar als je nagaat, geloof ik, reflex traint een keer of drie gemiddeld in de week. Ja, juist. VCV, die zal het wel een keer of zes doen dan. Ja, VCV, volgens mij trainen ze vijf keer in de week, elke avond. En ja, dat is gemiddeld een vijf uur extra ten opzichte van reflex. Bij Reflex hebben we nu wel in ieder geval ook de keuze gemaakt om wat meer te gaan trainen, ook met de jonge jongens. Er wordt een vrijdagmiddagtraining extra ingelast, dus ze gaan er wel voor. Alleen, ja, je ziet gewoon dat ze, vooral bij VCV zie je wat meer vastheid. Je ziet dat terugkomen, de vele trainingsuren. Nou, dat is wel, dat is wel typerend. In de tussentijd heeft coach Henk Hansma even de gelegenheid weer genomen om een time-out te nemen. Geef mij even de kans om even het vervolg van de play-outs even voor u duidelijk te maken. Want het is een beetje ingewikkeld. Een beetje ingewikkeld. Eigenlijk wist de hele tijd, heel lange tijd, wist niemand wat er nou eigenlijk te gebeuren stond. Maar inmiddels is dat toch wel aardig duidelijk. De winnaar van de ontmoeting uit de drie wedstrijden, best of two, tussen VCV en Forever Reflex. Die speelt straks in de tweede ronde tegen, nou ben ik zelf ook even confuus, de winnaar van... De winnaar speelt tegen Zaanstad, de verliezer van Zaanstad tegen Dynamo. Zo is het maar. Bij winst speelt Reflex, bij winst op VCV speelt Reflex tegen de verliezer van de wedstrijd Zaanstad Dynamo. Mocht Reflex nu deze wedstrijd verliezen, dan speelt Reflex tegen de verliezer van SSS of Fusion. En Fusion heeft de eerste wedstrijd tegen SSS verloren. Ik weet niet hoe het op dit moment staat, maar dat zouden we even voor u kunnen uitzoeken. Maar natuurlijk is de verwachting dat Fusion die wedstrijd dan zou verliezen. Dus mocht Reflex nu al bakzeil halen, dan spelen ze waarschijnlijk tegen Fusion in de tweede ronde. En die wedstrijd voor lijstbehoud zou gewonnen moeten worden. Win je die wedstrijd, dan ben je veilig in de Eredivisie. Verlies je die wedstrijd, ja, dan zien we elkaar waarschijnlijk Veenendaal. Tenzij Veenendaal gaat winnen van Zaanstad. Dat is misschien wel een realistisch scenario. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Veenendaal dat zou moeten kunnen. Maar ja, die tweede ronde in deze play-offs is het belangrijkste. Deze wedstrijd natuurlijk is ook belangrijk voor de moraal, maar nog niet belangrijk om rechtstreeks te degraderen of de play-out wedstrijd te spelen. Je moet gewoon de tweede ronde, daar gaat het om. Nou, de scenario's heeft Pascal net uitgelegd. Het wordt hoogstwaarschijnlijk of Zaanstad of Fusion. Nou, Fusion hebben we vorig jaar natuurlijk een hele serie tegenspeeld. Sterk team met een hele goede diagonale aanval er ook. Maar daar liggen ook wel zeker kansen. Zeker nu Joep Tienigo ook meedoet. Eigenlijk kun je zeggen van eindelijk speelt Reflex weer met een diagonaal. En dat kun je ook zien. Ja, absoluut. De belangrijke speler natuurlijk die wel ook veel afvalballen krijgt. Die in noodsituaties ook ballen moet oplossen. En nou, Joep is nog niet helemaal terug. Maar fysiek is hij in ieder geval terug en dat is belangrijk. En qua wedstrijdritme zal hij nog wat moeten groeien. Maar dat gaat er ongetwijfeld aankomen.
zagen ja, overigens net een... het is weer afgelopen. Ja, 25-20. Ja. Jammer. Zitten er dichterbij. 3-6 maar... winnen om nog een oefenpotje te kunnen doen. Ja, klopt. Maar voor de tweede ronde. Het is belangrijk. Ik heb net ook al gezegd. We zullen constanter moeten spelen. We zullen in de eerste ontvangst van de bal scherper de bal moeten neerleggen. En we zullen proberen moeten om VCP toch meer onder druk te zetten. Met een eigen surf die moeilijker moet. Met een blokkering die scherper moet, die meer punten moet pakken. En dat ontbreekt op dit moment. Helder. Nou, we gaan even naar de muziek en dan zijn we zo weer bij je terug voor de derde set. De inwendige mens wordt ook gezorgd. Nou, we staan er weer klaar voor. Nou, Niels van Beek zal toch eens even een moeilijke surf moeten gaan inleggen. Kijken of hij dat doet. Dat doet hij. Goed verdedigt die bal hoor. Ja, dat is moeilijke bal, moeilijke bal. Die bal had achterover moeten van Niels. Sander lag op de grond, verdedigde de bal. Ja, zo'n bal kan je bijna niet meer aanvallen. Ah, moeilijke steekbal hoor, een beetje te erg. Ja, klopt, dat is een hele lange afstand. Mocht wat hoger, dan had Kai hem kunnen slaan. Maar deze bal is gewoon niet goed. Knap verdedigend werk van de heer nummer 9, de koning. Mooie aanval van Sander Verstraeten. Werd nog wel verdedigd, maar VCV kon daar niks meer van maken. Sander van Straten nou met sub. Bij een stand van 1 tegen 2. En Zeeman die dan de bal via het blok speelt. En opnieuw is het beeld zo dat de Veenendalers toch altijd weer die voorsprong hebben. Hoewel Rijken nu de bal het net slaat. 3 tegen 2. Ja, wat je met name ziet is de aanvalspercentages. Als je daarnaar kijkt van Veenendaal zijn veruit beter dan bij Reflex. En dat zie je natuurlijk terug in het verloop van de wedstrijd. Knap werk van Zeeman, zeg ik dan. Ja, inderdaad. Zeeman is er even terug. Wordt tijd dat we die weer gaan pareren. Dat we hem tegen gaan houden. Dat is gezien in de vorige set dat hij daar moeite mee heeft. Ah, goed blok. Joep Tienigo die de bal ingehouden slaat. Dat zien we hem niet vaak doen. Ja, maar je ziet dat hij wel heel kort voor de stoppen lopen valt. Dus op zich een hele effectieve surf. Hij was ook een moeilijke bal voor die middenspeler om hem binnen de lijnen te slaan, volgens mij. Tienigo opnieuw wat afvalputje. Hij doet wat hij moet doen. Hij doet eigenlijk alles. Hij staat te smeren. Hij verdedigt de bal. En hij krijgt hem nog een keer als aanval te verwerken. Wel een mastertje. Maar staat via de bal, via de netrand. Maar hij scoort hem wel. Voor het eerst een voorsprong van Reflex. Nou, laten ze nu zorgen dat ze door gaan drukken. Ah, jammer dat Mark Koning die bal niet kon hebben. Hij zat even in de brievenbus. Hij zat er net goed bij, maar net niet effectief genoeg. Nou, stand 5-5, gelijk.
inhalen. Zorg voor de goede paas. Service van Zeeman weer. Verwoest het meestal. Nu ook via de netband. Makkelijk. No. En dan heeft Reflex de pech dat die bal volgens mij net buiten de lijnen valt. Ja, klopt. Via de blokkering valt hij net buiten de lijnen. En dan is de voorsprong weer bij VCV. Maar Zeeman denkt, ik laat die bal eens even de zaal uitslaan. Dankjewel Zeeman, zeggen wij dan toch, of niet? Wat zeg jij? Ik zeg, dankjewel Zeeman, zeggen wij dan toch? Ja, ik had in het bakkie. Oog ik met de surf nou. Had het een lastige floater. Maar nou heeft VCV daar geen problemen mee. Maar de middenman die slaat opnieuw die bal uit. Eens even kijken wie dat was. Was dat Maneschijn? Jawel, het was Maneschijn. Hier zie je weer de tweemans aanval van VCV. Nu moeten we druk zetten. Dat doet ze goed. Waarschijnlijk zal de volgende bal weer op Zeeman gaan. Nee, helaas. Foute surf van Reflex. Dat is heel erg jammer in op dit moment. Je weet gewoon dat er een wat zwakkere opstelling staat nu bij VCV al net. Dan moet je gewoon goed serveren. Nou, redelijk eenvoudige surf van Pilon. En Scheids moet eens even heel goed nadenken van wat gebeurt daar nou. Maar die constateert een netfout of wat doet hij? Nee, de bal was uit. De prikbal van Sander van Straat was uit. Kans voor VCV nou. En, slim balletje van de spelers. Ja, maar Marconi hangt daar wel goed voor. Alleen, ja, hij pakt de bal niet goed. Hij komt bij hem inderdaad in de brievenbus. Ja, maar Marconi inderdaad... heeft zijn handen een meter boven die handen van die spelverdeler. Ja, maar ja. Die krijgen bijna tegen zijn gezicht aan precies, natuurlijk. Precies, hij moet zorgen dat hij goed met zijn handen erover zit. Pilon met de surf. Nou, Tierney gewoon weer. Gaat net goed, weer opnieuw Thierry gewoon. Ah, nu stap. Kijk, verwoestende aanval van onze diagonaal. Dat is prima geslagen. Dat is met lef geslagen. Dat zullen we meer moeten doen. Inmiddels een wissel. Sander van Straat heeft het veld verlaten. Daarvoor is Jos Vaal gekomen. Jos, we weten van Jos een hele snelle aanvaller. Die zal ook snel bediend moeten worden door Niels. En is ook een fighter. Die kan een team op sleeptouw nemen. En ik denk dat dat op dit moment ook nodig is voor het team. Ondanks dat ik Sander niet echt super sterk stond te spelen. Maar ik denk dat dat op dit moment even het team nodig heeft. Weer een fantastische blokkering. Zie je? Ja, mooie tijd. Van Beek was dat, was het niet? Van Beek samen met Kai. Nou, dan is toch een voorsprong alweer. Ja, we zaten net even in een dipje, maar het kan weer heel snel andersom gaan, Pascal. Zo kun je zien. Nou, we gaan het inderdaad zien. We zien in ieder geval dat WCV dacht, we moeten even geveegd worden. Dus er wordt even gedweild. En Mark Koning die aan surf is. Mark Koning zijn tweede is goede surf. En een straatblok van Jos Vaal. Net in het veld gekomen. Pak meneer Zeeman keurig in de straat. Prima. En Zeeman baalt als een stekker. En dat moeten we houden. Time-out voor Veenendaal. 11-9 voorsprong voor Reflex. Je zag hem. Hij ging bijna met die bal gooien. Maar dat is handbal. Dus dat is een hele andere sport. Dus dat moet je niet doen.